naam is Maarten van Dijk, werkzaam bij Dierenartsenpraktijk Horst. Samen met vier dierenartsen zijn wij verantwoordelijk voor de diergeneeskunde bij het paard. In deze periode van het jaar, waar de erf weer in de maand zit, zien we de bladeren wel vallen. Er zijn er verschillende dingen die natuurlijk de aandacht behoeven bij paarden. Zoals de verandering van voer, het gras raakt op in de weide, het hooi begint te komen. Dus dan kunnen paarden toch mogelijk wat aanpassingen nodig hebben van de darmen. De ene paard is er wat gevoeliger voor dan het andere, maar we kunnen wel helpen. Dat betekent dat het gebit goed in orde moet zijn, zodat ze het hooi goed kunnen verwerken, wat vaak het gras wat makkelijker gaat. Ontworming, ook belangrijk in deze periode, goed in de gaten houden. Zoals gezegd, als het gras op begint te raken, dan heb je ook wel kans dat het paard meer zand binnenkrijgt. Zand is natuurlijk ook een gevoelig iets voor de darmen. Hebt u vermoeden, hebt u vragen, schroom dan niet, stuur ons een mailtje, bel ons. Dan kan een van onze paardendierartsen of assistentes u te woord staan. En mogelijk kunnen we dan samen zorgen dat het paard gezond het volgend jaar erin gaat.